zijn jullie? I'm not speak, we speak Arabic. Volgens mij zijn ze vluchtelingen. Heb je wat eten voor ze? Nee, ik heb niks meer. Wonen jullie in de hier in de buurt? Ana ma bafham Hollandi. Leuk! Tot later, hè? In het begin moest ik aan van alles wennen. Niet alleen de taal en het eten, maar ook andere dingen waar je misschien niet bij stilstaat. Mijn zusje is hier ook geboren, dus zij wist niet beter. Maar ik wilde gewoon graag voelen dat ik hier mocht zijn. Voelen dat ik er ook bij hoorde. Daarom besloot ik al snel dat ik alles wilde begrijpen. Oesteer. Ja, maar zij is jarig. Gefeliciteerd. Ja, maar ik ben het. Hoi, ik ben Lily. Christel. Oh. Sorry, het gaat echt niet lukken hoor. Vanavond komt het niet goed uit. Maar ik heb nog eten. Een andere keer graag. Doei. Oké, dankjewel. Dag. Wij hadden een afspraak. Op naam van mama Doa. Ja, sorry, jullie zijn 3 minuten te laat. Even checken. We mogen maandag over 1 maand terugkomen. Nou ja, zeg. Voor het voorbeeldigste Nederlander 2017. En wie neemt die kaasschaaf mee naar huis? Ik heb hier de naam in mijn boekje. Laten we even kijken wie er gewonnen heeft. Ben je er klaar voor? De winnaar is een meisje dat in een klein dorpje in Noord-Holland alle Nederlandse gewoontes compleet eigen heeft gemaakt. En dat was pas sinds 2014 in Nederland woont. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? De winnares van vanavond is geworden Atiba, Jasmin, Fahima, Zahar, Naima, Leila, Nilofar, Zineb, Mamadoua! Ik wil graag alle dorpelingen bedanken die me hebben geholpen om alles zo goed te leren. En verder zou ik nog willen zeggen tegen iedereen. Ja, ik moet op de toekomst mee te komen, nu. Ja, maar huh? Het spijt ons. Er staat hier op dit papier dat je terug moet naar je geboorteland. Ja, maar...
امبارح نزلت اليوم شوي يوم شمس مو كتير يعني خف نزل شوي ثلج بعدين رجع خف مرحبا كيفكم شلونكم ان شاء الله بخير wat zegt ze? Ja, weet ik niet. Ik ook niet hoor. Nee. Is het te maken met mijn hoorn? En toen kon ik dus weer helemaal opnieuw beginnen. Al die maniertjes van de dorpelingen, daar heb ik nu helemaal niks meer aan.